Het is nergens beter dan thuis. Behalve dan als de serie Thuis jouw thuis is. Dan kan het al eens gebeuren dat jouw lesbische broer een affaire heeft met de zieke oma van jouw stiefzoon. En als het dan ook nog eens blijkt dat hij jouw vader heeft vermoord, ja, dan komt daar ruzie van. Is er iets? Nee, er is niks. Ik geloof je niet. Is er iets? Maar nee, er is niks. Wat is niks? Mijn man, alstublieft. Zelfs de toon geeft mij meer aandacht dan u. Wauw, wat moet ik daarmee? Ja, kun je dat zelf niet verzinnen? Allee, ik ben blij voor u, ja. Mijn man, echt. Soms dan vraag ik me serieus af, waarom ben je eigenlijk met mij getrouwd? Maar dat vraag ik mij soms ook af. Wauw. Deze situatie, vol emotionele spanning en onbegrip, had perfect vermeden kunnen worden als Peter of Peggy een boek gelezen had. Dat beweert althans professor Emanuele Castano uit Amerika. Hello, professor Castano. Hello. According to you, people who read are better at understanding what's going on in another's mind. And I think you're going to prove that today by using these three books. Yes, these three books are good examples of what we think are literary fiction, popular fiction, and nonfiction. Mm-hmm. The first book that we consider an example of literary fiction is Alice Munro's Too Much Happiness. She was the winner of the Nobel Prize for Literature in 2013. The second book that we consider an example of popular fiction is Danielle Steel's The Sins of the Mother. And she sold in excess of 600 million books over her career. Then you are popular. Very popular, indeed. The third book is in nonfiction, is Stephen Hawking's A Brief History of Time. That's a very difficult book. Probably more difficult than the two others, yes. Maar dankzij welk boek gaan we emoties beter herkennen en begrijpen? Daarvoor zetten we een team van vrijwillige lezers in. Ze moeten elk één boek kiezen en er minstens 15 minuten in lezen. Niemand van de mensen op haar werk wist wat er gebeurd was. Of als ze het wel wisten... Dan lieten ze het niet merken. Haar foto had in de krant gestaan. Hoewel ze onvoorstelbaar veel macht bezat en een scherpe blik had, straalde haar gezicht iets zachtmoedigs uit. Ze was een vrouw die door iedereen serieus werd genomen. En toch lachte ze vaak. Een zwart gat met een massa van een paar maal die van de zon zal een temperatuur van slechts een miljoenste graad boven het absolute nulpunt hebben. Wanneer de 15 minuten voorbij zijn, wordt de emotionele kennis van de lezers getest. Je krijgt dadelijk een aantal gezichten te zien waarop een duidelijke emotie af te leiden is. En je kan kiezen uit vier basisemoties. En dit is de eerste foto. Angstig. Angstig. Boos. Angstig. Blij. Droevig. Boos. Droevig. Boos. Blij. Blij. Nu maken we het iets moeilijker. Je krijgt nu enkel de ogen te zien en je moet kiezen uit vier verschillende emoties. Dit is de eerste foto. Verlangend. Overtuigd. Moedeloos. Zelfverzekerd. Geamuseerd. Verveeld. Geruststellend. Fantaserend. Pijnzend. Geïrriteerd. Geïrriteerd. Okay, professor, so you analyzed all the answers. What are the results? Well, we have run many experiments like this in the United States with hundreds of participants. And we always find that people who have read works of literary fiction perform better on this test than people in any of the other three conditions. Okay, and how come? We think that the way in which characters are depicted in fiction differs depending on whether we're talking about works of literary versus popular fiction. In the case of nonfiction, particularly those work on nonfiction where there are no human characters, no human minds to be understood, we simply believe that the person is not engaging in this kind of activity. The most interesting comparison, however, is between works of popular fiction and works of literary fiction. In both cases, characters are humans, and we think that works of popular fiction tend, by and large, to focus more on the plot, and the characters tend to be rather stereotypical and not very complex necessarily.
Hoewel ze onvoorstelbaar veel macht bezat en een scherpe blik had, straalde haar gezicht iets zachtmoedigs uit. On the contrary, in works of literary fiction, characters tend to be more complex, more ambiguous. They are rather unsettling. The readers cannot very quickly and simply make sense of them. We believe that they have to make a greater effort in order to understand what these people are like. Niemand van de mensen op haar werk wist wat er gebeurd was. Of als ze het wel wisten, dan lieten ze het niet merken. And this effort of mentalizing is what we think leads to the higher performance on this test subsequently. And how long does the effect last? They may last a few hours, maybe a few days. But the focus of the experiments is to show causality. In real life, people read throughout their life different kinds of work. And so we have reasons to believe, and some data from other researchers also suggest that engaging with fiction, and certain kind of fiction in particular, may have long-lasting effects. So maybe in the future we can ask little children to read a lot of literary fiction, and then in a few years there might be no domestic violence at all. Well, that would be a wonderful outcome. I don't think that our results at this point can allow us to make such a prediction. Maybe at a young age, engaging with work of this kind may have more lasting consequences because our mind is at a more formative stage. So the impact may be greater than if we start reading literary fiction when we are 40 or 50. Okay, I conclude that it's a nice thing to believe that reading might save the world. Well, as a scientist, I would be hesitant, but as a human being and a humanist, I would certainly agree with you. Then let's think as a human being. Great. Thank you very much. Thank you for having us.